De 25-jarige Kenneth Leendert Riedewald, die werd opgespoord door de procureur-generaal, heeft zich vandaag aangemeld bij de politie van het resort Nieuw-Nigeri. De afdeling onderzoek personeelszaken is bezig met een onderzoek tegen Riedewald, die politieambtenaar is. Volgens verklaringen van benadeelden heeft deze verdachte een Facebookpagina waarop hij zijn diensten aanbiedt als meubelmaker en autohandelaar. Het vermoeden bestaat dat de verdachte meerdere slachtoffers heeft gemaakt. De afdeling OPZ roept hierbij benadeelden op zich aan te melden op de afdeling voor het doen van aangifte. De regiocommandant West, commissaris Vijay Kumar Udit, heeft de verdachte conform de instructie van de procureur-generaal in verzekering gesteld. Riedewald wordt overgedragen aan de afdeling OPZ.